Vandaag zijn we op een zonovergoten terras bij Evive aan het water. Nou, dan zou je denken, heerlijk, neem een lekker bakkie. Maar zo is het niet. Vandaag is hier een bijzonder festival. En bij mij twee mensen van de gemeente. Stelt u even voor, alsjeblieft. Ik ben Willy Hendricks van Haren, wethouder van de gemeente Landverkuik. Met onder andere mantelzorg in mijn portefeuille. Daar komen we zo op terug. En u bent? Ik ben Ruud Fleuren, beleidsadviseur ook bij de gemeente Landverkuik. En ik heb ook mantelzorg in mijn takenpakket. Kijk, want daarom zijn wij vandaag hier. Het heeft iets te maken met mantelzorg. Kunt u iets meer vertellen? Nou, het heeft vooral te maken met jonge mantelzorgers. Het blijkt steeds dat wij jonge mantelzorgers heel slecht kunnen bereiken. En we hebben gedacht, als we nu een festival doen, misschien dat we ze dan wel bereiken, dat ze dan wel komen. Want we willen namelijk graag voor de komende 4 jaar nieuw beleid opstellen. We willen graag weten, hoe kunnen wij de jonge mantelzorgers ook bedienen. En dat is de reden dat we ze hier uitgenodigd hebben met een leuke discjockey en noem maar op. Hapje, drankje. En we hopen dat we dan meer van hen te weten komen, zodat ze ons vertellen hoe kunnen wij hen helpen om deze taak goed te vervullen. Want mantelzorgers, over het algemeen denken wij dan meteen aan mensen die hun oudere vader of moeder verzorgt. Maar zo is het niet altijd, hè? Nee, er zijn natuurlijk ook situaties in gezinnen waar bijvoorbeeld de ouders ziek zijn. Waar een opa of oma ziek is of een broertje of een zusje. Waar er zorg is in het gezin en waardoor dat die jongeren geen normale jeugd kunnen hebben. Dat ze zorg hebben voor of heel veel moeten zorgen om. En daar willen wij hen graag bij helpen om te kijken van, goh, hoe kunnen we jullie ondersteunen zodat jullie toch meer het gevoel hebben van, ik heb een normale jeugd. Ja. En over hoeveel jongeren hebben wij het dan zo ongeveer? Daar hebben we het vanmorgen even over gehad. Als we de cijfers landelijk afzetten tegen die van het Landverkuik, hebben we het over een paar honderd jongeren. Dat klinkt best veel, hè? Dat is ook veel, maar er zijn natuurlijk ook veel jongeren die beseffen het niet eens, want die doen gewoon datzelfde met de oudere mantelzorger, dus ook met de jongere mantelzorger. Dus zij weten niet eens eigenlijk dat ze misschien mantelzorger zijn. Maar het zijn er ook best veel, ja. Ja, klopt. En hoe hebben jullie nu de jongeren kunnen bereiken dan? We hebben een heel groot publiciteitsoffensief gelanceerd. Variërend van heel veel persberichten op social media. Zo moet je de jongeren bereiken. Via de sportverenigingen hebben we aandacht gevraagd voor dit evenement. Het onderwijs heeft goed meegewerkt. Jongerenwerkers hebben in hun netwerk contact gezocht en gelegd met jongeren. We hebben twee bekende Nederlanders die hier vandaag een workshop geven. En die hebben ook op hun kanalen aandacht ervoor voor gevraagd. Dus ja, alles in het werk gesteld met elkaar om hier zoveel mogelijk jongeren naartoe te halen. Ja, de social media die heeft goed zijn werk gedaan. Ja, dat is tegenwoordig een manier waar je op moet communiceren en waar de jongeren heel veel op kijken en op zitten, ja. En hoeveel jongeren komen er vandaag, denkt u? Nou, we denken ruim 50. We vinden dat zelf ook nog aan de lage kant. Maar we hebben echt alles in het werk gesteld om ze te bereiken. En we zijn toch al blij met die 50 die we hebben. Als dit een succes wordt, vaker? Ja, als de jongeren ook zelf aangeven dat ze dit prettig vinden, dat ze hier heel veel behoefte aan hebben, dan staan we daar zeker open voor. En eerst deze middag met elkaar beleven en dan kijken we daarna verder. En wie komt er vandaag? Frank van der Lende en Teun Peters, dat zijn bekende discjockeys. En ik hoop dat die de kinderen, de jongvolwassenen zo kunnen boeien, dat ze inderdaad echt alles vertellen wat ze willen vertellen. Nou, en inmiddels heeft u gewoon iemand anders hier naartoe getrokken, hè? Ja, of hij mij, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, we staan hier samen. En ik ben ontzettend blij dat we Frank bereid gevonden hebben om hier mee te werken. En hij kan veel beter zijn verhaal vertellen dan dat ik dat kan doen. Nou, dan ga ik nu even deze kant op. Goedemiddag, welkom in Kuik. Kun je je misschien toch even voorstellen, want de jonge mensen kennen u waarschijnlijk wel, maar de ouderen onder ons misschien niet. Ik ben Frank van der Lende en ik maak voornamelijk radio. Dat deed ik voorheen bij 3FM, nu bij Radio Veronica. En mensen kunnen me misschien kennen van De Wereld Draait Door. Daar schoof ik wel eens aan als muziekliefhebber / deskundige. Het Glazen Huis heb ik ooit gezeten. 3 keer zelfs. Expeditie Robinson heb ik aan meegedaan. Noem maar op, ik ben voornamelijk radio-dj. Maar ondertussen dus wereldberoemd in heel Nederland, begrijp ik. Ja, en vooral in het Land van Kuik. Ja. Absoluut, want daar bent u nu. Nou, vertel, wat komt u precies doen? Nou, ik ben hier bij het Festival van de Jonge Mantelzorger. Ik presenteer het en ik geef een radioworkshop. En dat doe ik omdat ik er zelf mee te maken heb gehad of ben geweest. En dan had ik heel lang niet door eigenlijk. Mijn vader die had de ziekte van Alzheimer, die is inmiddels overleden en die had veel zorg nodig op een gegeven moment. Want zo lang mogelijk bleef hij thuis wonen, zo lang mogelijk het uitstellen van naar een verzorgingshuis.
En mijn moeder nam de grootste taken op haar. En ja, ik ben gewoon zijn zoon. Dus ik was er en ik zorgde ook al voor hem. Totdat ik iemand daarover sprak en die zei van ja, maar dan ben je mantelzorger. Dacht ik, hé, ben ik, wat, want toen ging ik nadenken. Dacht, oh ja, ik ben best wel vaak alleen met mijn vader, omdat mijn moeder dan ergens naartoe moet. En dan zorg ik voor hem. Ik trek zijn sokken af en toe aan. We gaan een stuk rijden. Ik zorg ervoor dat we eten. Nee, noem maar op. Maar dat voelt helemaal niet zo. Omdat het je vader of je moeder of een familie of een vriend is. Ja. En dat besef, dat was voor mij heel erg belangrijk. En toen dacht ik van, oh ja, als ik me daarna nog kan inzetten. Ik heb veel voor Alzheimer Nederland gedaan. Voor Samen Dementie Vriendelijk. Als er iets op mijn pad komt waar ik mensen kan helpen of een voorbeeld kan zijn. Want als ik dit had geweten, dan had ik misschien ook wel, ik had dit best wel goed kunnen gebruiken. Omdat je hier met gelijkgestemden komt. En zodoende ja, ben ik hier terechtgekomen. Ja. Het is op zich wel heel bijzonder dat je op een gegeven moment pas realiseert wat je bent. Als iemand het vertelt. Ja, ja, omdat... Kijk, mantelzorger vind ik ook een beetje een belegen term eigenlijk. Dus misschien wil ik ook wel met de kids van vandaag op zoek naar een andere term. Ja. Want ik mantelzorger denk ik toch met alle respect gewoon aan een partner die voor de partner zorgt. Ja. Omdat je oud bent, omdat je achter een rollator loopt. Mantelzorger. Ja. Mantel klinkt ook al oud. Dus ik snap je. Dus daarom viel het kwartje pas veel later. En omdat het heel normaal is dat je voor je naaste zorgt. En dat het dan je vader is die echt ziek is en dus alleen maar door onze zorg thuis kon blijven. Ja, dat kwartje viel pas later, ook omdat zijn ziektebeeld natuurlijk later veel erger werd. Ja. Vandaag hier voor zo'n 50 jonge lui of zo, wat gaat u doen? Ik ga sowieso ze in het zonnetje zetten met mijn woorden. En misschien ook nog wel eventjes letterlijk om ze mee naar buiten te nemen. Want het is heel, heel dapper dat ze ook hier naartoe zijn gekomen. Lijkt me ook niet het leukste om over te praten namelijk. Dus als je vriendjes vragen, hey, wat ga jij doen met Hemelvaart? Nou, ik ga naar het festival van de jonge mantelzorger. Moet je al heel veel uitleggen. Misschien helpt het dan dat ik er ben. Dat ze zeggen van, oh, maar die langharige DJ is er. Dat het allemaal wat stoerder is. Daar ga ik het eerst met ze over hebben en ik wil ze laten voelen dat ze niet alleen zijn. Want dat ervoer ik best wel met mijn broer. Ook al waren we 10 jaar ouder, 28 toen mijn vader de ziekte van Alzheimer kreeg. En verder ga ik vertellen over radio en hoe leuk het is. En gaan we met z'n allen een fictief radioprogramma maken om uiteindelijk op de lokale omroep misschien ook echt een programma te gaan maken. Kijk, met z'n allen naar Omroep Land van Kuik zometeen. Met z'n allen naar Omroep Land van Kuik. Nou, super. Mogen wij nog heel even meekijken zometeen? Tuurlijk. Nou, dankjewel voor je goede zorgen aan de jongeren hier. Met heel veel liefde. Dank u wel. Graag gedaan. Zometeen ga ik wat vertellen over radio. Ik ben voornamelijk radio-dj. Maar ik ben ook mantelzorger geweest. En dat is de reden waarom we hier zijn. In het land van Kuik. En dat vind ik heel tof dat jullie hier zijn. En ook wel dapper. Ik had het er net eventjes buiten over met de wethouder. Daar staat ze. Misschien een groot applaus voor de wethouder. Zo leuk. Die maakt het allemaal mogelijk, hè? Dat wij hier een drankje en een hapje kunnen krijgen. In het land van Kuik zijn we dus aan het prachtige water. En we hadden het over mantelzorger zijn. En dat ik eigenlijk niet wist dat ik dat was. Ik dacht, oh, als ik zoiets had gehad als dit. Een festival voor de jonge mantelzorger. Ook al was ik iets ouder dan jullie. Dan dacht ik, dan had ik een soort handvat gehad. Dan dacht ik, ik ben niet alleen. En daarom vind ik het zo belangrijk dat dit wordt georganiseerd hier, voor jullie. En ook een beetje dus door jullie, want we gaan heel leuke dingen doen vanmiddag. Maar dat wil ik eventjes helemaal aan het begin zeggen, dat ik het super tof vind dat jullie er zijn. Maar dat je ook moet bedenken dat je iets heel goeds doet. En daar mag je best wel trots op zijn. En waar we net applaudisseren voor de wethouder, omdat ze alles betaalt, wil ik eigenlijk nu voor jullie applaudisseren, met z'n allen, voor elkaar. Echt goed. Ik heb ook een paar keer in het glazen huis gezeten. Ik neem aan dat jullie dat wel kennen of er ooit een keer van gehoord hebben. Maar dat was een actie van 3FM waar we geld ophaalden voor het goede doel. En dat glazen huis dat stond in 2016 in Breda. En toen mocht ik daar ook radio in maken. En toen stond daar Tijn aan de brievenbus. En Tijn had een nagellakactie. Dat wil ik ook nog even aan jullie laten zien om een beeld te geven van wat ik allemaal heb gedaan. Wij mogen dus op de lokale omroep van Land van Kuik ook daadwerkelijk een programma gaan maken van een uur. En dat mag echt over alles gaan. En ik had dus bedacht om dat vandaag al een beetje te gaan doen. Met een draaiboek, daar heb ik ook eventjes nog een draaiboek erbij gepakt van een van mijn programma's toen de tijd op 3FM. Dat heette Frank Hartje, vandaar dat je ook een hartje ziet staan. Oké, voordat we gaan beginnen over de inhoud en voor wie we het gaan maken, wil ik even een rondje doen, want wat hebben we nodig om een radioprogramma te gaan maken? Echt gewoon helemaal even terug naar de basis.
Wat heb je nodig voor een radioprogramma? Datum. Een datum? Zeker, want anders heb je geen uitzenddatum. Maar denk nog verder terug. Wat heb je nodig voor een radioprogramma? Een studio. Kijk, dat is een hele goeie. Die hebben we, want mag Omroep Land van Kuik. Een studio is heel belangrijk. En je zag net misschien al in mijn filmpjes dat zo'n studio eigenlijk veel meer is dan alleen een microfoon. Dit is Bout, hè? Dit is Bout. Dankjewel. Ja, dat is een broodje. Mag ik een fruit en een broodje? Fruit en een broodje. Wil je een broodje bij de kop, hè? Jongens en meisjes, natuurlijk, wat fijn dat jullie er allemaal waren. Ik hoop dat jullie heel erg hebben genoten. Ik wel van jullie. Ik heb weer veel ideeën opgedaan. En misschien heb ik jullie wel aangestoken met het radiovirus. Tot de volgende keer.